Yo, beste kijkers van DW Visteam, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering. 2023, nieuw jaar, nieuwe honden, nieuwe kansen. En het is tijd om het carpenseizoen weer officieel af te trappen. We gaan beginnen met een hele bijzondere, maar ook een hele gezellige sessie. Ik ga namelijk naar mijn hele goede vriend, Jelmer Simmers van het YouTube-kanaal Twin Carpenel. Wie kent hem niet? Ik ga zo meteen 2 uurtjes met de auto naar de andere kant van Nederland om daar een hele winterse sessie te vissen samen met Jelmer. Het gaat namelijk vanaf 1 uur of 12 vanmiddag keihard sneeuwen en de komende 2 nachten gaat het ook mega hard vriezen. Zeg maar gerust een graadje of -3. Bibberen, koud, de honden lusten er geen brood van, maar we gaan toch wel even strijden. Voor jullie, ook voor mij, want ik heb een paar sessies gevist. Nou, dat was nog helemaal niks dit jaar, maar we gaan het gewoon even proberen in de andere kant van Nederland. Wie weet, ik heb net heel de nacht vanaf 1 uur of 9 gisteravond, het is nu 8 uur 's ochtends, gewerkt. Ik sta nog in mijn pakkie, mijn apenpakkie, ik zal hem even uittrekken. Ik ga snel even douchen. De spullen zijn al ingepakt, ik heb gisteren boodschappen gedaan. Tandjes poetsen, ontbijt en dan gaan we vertrekken. Ik zou zeggen, kom lekker met me mee, we gaan er een topsessie van maken. Het wordt wel strijden, maar we hebben 48 uur de tijd. Ik zou zeggen, ga even lekker zitten, pak wat te drinken, pak wat te eten. Doe alvast een blauw duimpje omhoog, abonneer voor meer en we gaan knallen! Ik heb mijn best gedaan, snel gedoucht. Nou is het even tijd voor een bijtje of een dinertje, hoe je het zelf wil noemen. Ik ben namelijk al bijna 24 uur wakker en ik belde Jelmer gisteren. Hij zegt, hoe laat ben je morgen? Ik zeg, nou ik kom maar net uit mijn nachtdienst, dus ik ga eerst even slapen. Wat normaal gesproken ook doen aan mijn nachtdienst. Ik vermoed dat ik rond 1 uur of 2 wakker word en dan kom ik dan jouw kant op. Hij zegt, wat? Zo laat pas? Dan is het 4 uur, 5 uur tegen de tijd dat je hier bent. Is het misschien de stek al bezet? Is het bijna donker? Is het kut met filmen? Ik zeg, nou daar heb je wel een beetje gelijk in. Dus ik zeg, weet je wat we doen? Ik ga gewoon gelijk uit mijn werk, even snel naar huis, even opfrissen en kom gelijk jouw kant op. Kan zijn dat ik 's middags een beetje moe ben, maar ik heb energie vandaag, dat weten jullie ook wel. Dus we gaan het gewoon proberen. Ik stap zo de auto in, dan is het ongeveer 1,5 uur à 2 uur rijden. Kijken wat de weersomstandigheden daar zijn. En dan is het, als het goed is, 11 uur 's ochtends als ik aankom. Dus dan hebben we nog een hele dag voor de boeg, kunnen we alles mooi in beeld brengen. Nou, ik heb er echt zin in, maar het zijn natuurlijk wel barbaarse omstandigheden. IJs en ijskoude nachten. Winters weer, het gaat natuurlijk ook een beetje sneeuwen. Watertemperatuur is bijna tegen het vriespunt aan. Vrij koud wordt het vannacht. Dus het wordt heel lastig om een carp te vangen. Maar goed, wie niet waagt, die blijft maat, zeggen wij altijd. We gaan het gewoon proberen. 48 uurtjes knallen. En met 1 carp ben ik wel helemaal tevreden. En wie weet, vangen we nog meer? We gaan het meemaken. Ik ga even snel mijn hapje eten. Een colaatje zero drinken en dan gaan we onderweg naar de andere kant van Nederland. Tjallas! Hoppa! No B-ruimte. Maar we gaan op naar de andere kant van Nederland. Yeeha! Man, na 2 uur zijn we eindelijk aangekomen. Het boerenlandschap. Jelmer Simmers. Welkom, Daniel. Welkom, welkom. En we staan er. De trolley helemaal volgeladen. Jij hebt je spullen over het stek staan? Ja, zwaar teentje op de rug. Ja. En dan gaan we naar het stek toe. Hè? Lekker pik. En die auto blijft hier 2 dagen staan? Ja, dat gaan we goed. Lekker. Zo. Nou, dan gaan we even lopen. We hebben geluk. Het blijft namelijk de komende paar uur even droog. Heb ik geluk mee, kan ik even droog opbouwen. Alles uitleggen en dan gaan we lekker knallen. Heb je er zin in? We gaan knallen, jongen. Sowieso. Hoppa. Daar heb je hem hoor, de baggerboer. Oh, jongen, jongen. Wat een ellende. Ja, waar brengt hij me nou? Waar brengen we nou naartoe? Ja, ik heb die zelf eigenlijk ook nog nooit gegeten op de stek. Nee, pik, dat is niet normaal. Kijk, ik ben mijn normale schoenen, althans hele oude. Jongen voorbereid. Ja. Je hebt zijn pak aan. En kijk, dan is hier zo een bagger zo. Moet je even kijken waar we de komende dagen gaan bivakeren. Dan moet je kijken. In zijn tent gaat van een bagger. Ja, leuk, de hengel staat verderop. En dat is ook nog wel een leuke opgave. We zullen er wel eens even heen lopen. Ja. Godverdomme. Sommige plassen, we gaan er eens even in staan. Ja, hier wil je niet met je filmpjes doorheen lopen. Nee. Wat een pret. Nou, dat gaat geheid gebeuren, s'nachts. Maar het water zelf, het is een bescheiden putje, joh.
is een mooi putje, hè? Het is een heel mooi putje, ja. Maar als het goed is, zwemt er wat karp erop en wat snoep. Ja, dat gaan we ook proberen. Eén hengeltje op snoep. Ziek, ziek. Ja, we zijn nu weer. Ondertussen al de zoveelste keer, de 20ste keer dat we samen vissen. Ja, heel lang doen we dat al. Ja, en we gaan even voor de eerste karper van 2023. Voor mij dan. Jij, maar zijn we lekker breed. Ja, gaat lekker. Ja. Yes, dames en heren. Ik ben bezig met mijn tentje op te zetten. Je ziet het. Hij staat als een huis. Lekker op een stukje gras in plaats van deze baggerzooi. Jelmer, die was even bezig met zijn voerboot. En ja, daar is ook iets bijzonders mee gebeurd. Je ziet het opnieuw verbinden. En hij zal zo meteen maar even uitleggen wat er is gebeurd. Niet prettig dit. Wat is er gebeurd zojuist? Ja, ik was even een rondje aan het varen met de voerboot. En er zit hier een duiker met een stromende beek eraan vast. En ik had even niet opgelet, dus mijn boot ging onder de brug door, onder de duiker door. En ik moest heel snel naar de andere kant van de brug om de boot te redden. Ja, wat een stroming, hè? De stroomde keihard, ik kon hem ook niet meer terugkrijgen. Maar goed. Maar hij doet het nog wel. Hij doet het nog wel. Ah, lekker pik. Dus we gaan nu even rondje vakken. Nou, je hoort het al. Ik ben net op tijd met al mijn spullen in de tent zetten. Het begint namelijk stevig te regenen. Heerlijk, hè? Ja, het is lekker. Ja, en het zou gaan sneeuwen. Nou, dat heb ik nog niet gezien. Het is wel pittig koud. En het wordt alleen maar erger, hè? Ja, het wordt afzien, denk ik. Maar ja, als een paar vissen van, is het allemaal de moeite waard. Ja, joh, lekker. Boem maar, hè. We gaan gewoon proberen. Yes, daar gaan we dan. Eerste hengeltje. Eerste hengeltje. Niet eens op karpen, maar op snoek. Eens op karpen, wat is dat? Wat is het, joh? Nee, een mooi plekje gevonden, even met de dieptemeter bezig varen. En we gaan er nou even naartoe varen. Dan droppen we de eerste hengel. Dan gaan we de karpenhengels ready maken. Zo, dames en heren, het is 5:00 PM. Ik moest echt even een klein slaapje doen. We hadden alle hengels uitvaren, de tenten die stonden. En ik dacht, ja, na die nachtdienst, ik was gesloopt. Ik moest even slapen, maar ik word nou wakker. En kijk eens, wat de fuck gek. De winterstorm is begonnen. Woe, het sneeuwt echt fucking hard. Kijk dan. Niet normaal, joh. Vanaf wordt het -3. Jouw stand staat daar verderop. Kijk, de hengels die beginnen al aardig onder de sneeuw te liggen. En ik heb nog nooit in mijn leven een karper in de sneeuw gevangen. Misschien is vandaag wel de eerste dag. Zo, ik blijf ook gewoon lekker liggen in de sneeuw. Kikken. Ja, joh, hey, Pippertje. Rijden. Yo, wat de fuck is aan land, joh? Wat een weer. Sneeuwbuitje, jongen. Ja, sneeuwstorm. Ja, er wordt nog wat. -3 vannacht. Ja, gaat strijden worden. Ja, ziek. Even karper in de sneeuw vangen. Eentje. Moet lukken, toch? Ah, koud. Zo, het is ondertussen etenstijd. Het is buiten wel aardig koud, dus warme hap kan er wel in. Ja, het is frisjes. Even een origineel DW-beurtje. Je kent hem wel. Dit zijn ze. Dit smakelijk. Goedemorgen. Jongen. Wat schaande. Ik heb een hele dikke snoek aan de lijn. Op de dode aashengel. Dat meen je niet. Ik lag lekker te slapen. Karpen? Dus karpen. Huh? Maar dan zit hij waarschijnlijk aan een andere lijn of zo. Ik snap er helemaal niks van. Hey. Spiegelkarpen. Oh. Wat is fout, gek. En een dikke ook. Zo. Ik heb hem gewoon afgedeeld met de snoekhengel, maar hij zit aan deze hengel. Huh? Ik snap er helemaal niks van. Wat is dit nou? Wat? Hé? Ik snap er helemaal niks van. Wat gebeurt hier nou? Nou, die zijn we kwijt, denk ik. Wat is dit nou? Een dik ook, hè? Ja, dit is gewoon een dikke vis, jongen. Gek.
Eigenlijk zou het niet meer gebeuren. Hè? De hele put was veranderd in een kolkende massa door de stroming. Bizar. Dus we hebben gisteravond alle hengels gewoon voor het kantje ingelegd met een paar bollen erbij. Kijk jongen. En dan loopt hij toch nog af. In de sneeuw, zo. Zo. Een hele dikke. Oeh, zo. Ik wil scheppen. Ja, dat ging niet heel lekker. Maar nu wel. Zo. Hoppakeetjes. Gek. Gek. Oh, zo. Nou, dat is een goede vis. Oei, oei, oei. Oh, lekker dan. Tik maar. Misschien blijven we dan toch nog een nachtje zitten hier. Yes, dames en heren. Woe. Ik ben eigenlijk ook een beetje wakker geworden. Hè? Het was vannacht echt hectisch. -3. En we hebben het overleefd. Regen, sneeuw, alles. We wouden eigenlijk verkassen, hè? Ja, we zouden eigenlijk weggaan hier. Want het was hier gewoon niet te doen met de stroming. Hier loopt eigenlijk een beek. Die komt door die put heen. En die ging gewoon zo hard. Dat kan je je niet voorstellen. Je pak eens even het ijs van mijn tent. Laat even zien. Het was koud gek vannacht. Ja, we hebben het behoorlijk frisjes gehad, hè? Mooi. Kijk, met dit als resultaat. Hele ik ga bij Daniel de slaapzak in. Nee, oprot jij. Zo, wat een bak gek. Een serieuze vis. Zo, 15 kilo minimaal. Ja. Jezus, ja, half 9 ochtends. Oh. Zo, het was raar met die snoek eraan. Ja, het was er helemaal geen snoek. Als je door die andere lijn heen. Ja. Gekke werk dit. Oh. Box. Lekker gek. Die hard wintervissen, helemaal onder sneeuw. Ja, even een visje weghangen. Stel jij even alle hengels opnieuw uitvaren. Woe! Bikkelen. Zo, het was echt koud vannacht. Het is pas half negen 's ochtends. En je ziet het, de jasjes kunnen uit. Het is nou toch wel lekker met het zonnetje erbij. Veel beter, hè? Dit is lekker. Lekker. Ja, dat was hem. Op de Scopex boor, 20 mm, single boor. Kind kan er was doen. Wat een bek heeft die gek. Ziek hè? Wat een toeter. Bloed een beetje. Zal een beetje een carp care op smeren? Ja, die kunnen we wel verpakken. Daniel, hoe krijg je het voor elkaar? Ja, ik wil even lekker een blikje kolen pakken. En dan zit er een haakje eruit. Ja, kom ik die tent uit. Helemaal niet letterlijk op de haak. Zit toch vals in de capuchon. Ja, die krijgen we er niet meer uit. Ik denk dat jij gewoon hier bij het hebben moet blijven staan. Ja, ik denk het ook. Dan ga ik lekker koffie drinken. Is goed. Daar heb je hem hoor. Twin Carp NL. Kijk eens even deze even klaarstaan. Heel vet hoor joh. Heel vet dit. Heel vet. Kijk, zo, wat een big is het joh. Wat een varken. Mooi, wat zou die wegen? Oh. Ik denk het rond de 16 kilo. 15,5, 16. Zeker wel. Moet die echt wel redden. Ja, misschien wel 17 hoor. Ja. Wat een varken. Hij is heel massief. Rustig. Zo, joh. Wat een beuker, hè? Dit is lekker, jongen. Schiet maar een paar foto's als je wil. Zit hij, hè? Oké. Rustig aan, jochie. Mooi dat winterslijm. Yes. Wat een bak, jongens. In de sneeuw. Oh, lekker zeg. Zo, joh. Daar zit hij dan. Ja. Niet normaal gek. Nou, het is gewoon gelukt, hè? Ja. Hadden we niet gedacht, even nog. Een dikke winterberg. Echt helemaal super. Nou, het is heel vaar gegaan. Hij kwam eigenlijk op de hengel van Daniel. Dus de volgende vis is ook sowieso vandaan.
We gaan nu gewoon alle vijf de hengels op karpen vissen in plaats van eentje ook op snoek. Hoppa. Want dit is toch wel een stukje mooier. Ja. Want wat een bak is dit, hè? Ja, we wouden even kassen. Wekkertje om 9 uur gezet. Ja. Nou, het is 8:30, hè? Half 9 liep hij af. Helemaal super. Oh. Kikkergek. Wil je nog de andere kant erop? Lekker strijden. Staat wel mooi op, hè? Staat hartstikke mooi op. Super. Yes, beste mensen. Volgende ochtend. Het zonnetje schijnt lekker. Vanmorgen een mooie vis kunnen vangen. En we gaan even de hengels opnieuw uitvaren. Ik ga bij de hengels vissen met een 20 mm Scopex Hard One. Met daarop een basic onderlijntje. Hier heb ik het helikoptersysteempje. Hier gewoon een wartelmontage. Allebei visveilig. Het is tijd om de hengels uit te gaan varen. Ik ga even laten zien waar we mee voeren. Wat de strategie is. En wat het gaat opleveren. En ondertussen staat Jelme te kutten met de voerboot. Want we hebben het volgende probleem. En dat is... Ik denk dat hij de sneeuw niet zo lekker vond van vandaag. Maar hij doet het niet helemaal zoals ik zou willen. Dus we moeten kijken of we gaan werpen. Ook niet echt ideaal. Ik laat even de boot brengen. Dat we met de rubberboot gaan vissen. Nou, door Julian. Ja, door Julian. Ik even over nadenken. Even over nadenken. Jammer. Ja, we krijgen het voerbootje niet meer aan de praat. Dus we gaan lekker werpen vissen. We weten gelukkig hoe diep het is overal. Gisteren wel kunnen varen. Ja, dus we weten waar de telutjes lopen. We kunnen prima werpen vissen. PVA zakje eraan. Yes. Dus dat gaan we goed. Alle hengels zijn er klaar voor. Er staan er nog twee. En dan smijt hem. Net op het randje van de stroming, hè? Ja, precies daar langs loopt die stroming. Ja, goede stek. Oké, dames en heren, hengeltje nummer 2 gaat te water. Met een aardige PVA zak eronder, dus ik ga hem ook niet te ver werpen, want het loodt zelf ja, ook aardig zwaar. Ik ga vissen met de Scopex, 20 mm, van mijn grote vrienden van tijgernotenkoper.nl. Ik en Chitter gaan binnenkort samen naar Frankrijk, dat zal over 2 of 3 weken zijn. En dan komt tijgernotenkoper.nl met een nieuwe bol uit, die gaan we daar testen. 7 dagen mee vissen en een dikke video schieten. Maar ja, dat is pas dan, hè. We gaan nu focussen op de komende nacht. We gaan hem eens even uitgooien. Hoppa. Tak. Nice. Op de bodem. Hoppa. Lekker. Zo. Nou, hengeltje nummer 3 en 4 gaan we ook het water laten. Mijn tweede hengel die vis ik hier zo tegen de stroming aan in een kleine vaargeul. Vlak voor het kantje is dat vrij gauw diep. Metertje of 2,5 à 3. Onderhands. Hoppa, zwaar lood eraan, want de stroming is vrij sterk nog in de vaargeul. Zo, sfeertje erop. En ja, de watertemperatuur is echt nog vrij laag. Dus vannacht hebben we niet te veel gevoerd. Heeft toch een vis opgeleverd. Dat gaan we vandaag zeker ook niet doen. Klein handje, een bol of 10. Achter het aas werpen, niet op de hoofdlijn. Het gaat wel snoeien wat naar beneden door de stroming. Dus dit zou ik moeten doen. Lekker warm zonnetje op het water. Het warmt een klein beetje op. Misschien dat de vis ook iets actiever wordt. We gaan het meemaken. Wij gaan even lekker lunchen. Lekker een babbeltje maken. En ja, wat vechten voor de vis vandaag. Geen boot natuurlijk. Heel misschien hebben we later op de dag nog een andere boot ter beschikking. Maar we wachten het even af. Voor nu knallen. Nou, het is einde van de middag. De zon gaat net onder, zoals je kan zien. De hengels liggen weer allemaal op scherp. We hebben ze zojuist nog een keertje uitgevaren met de voerboot. Die deed het weer. Met een beetje vertrouwen in vannacht. Ik wel, jij dan? Ja, zeker. Ik denk dat het wel gaat gebeuren. Even eentje moet lukken, toch? We hadden trouwens nog een run gekregen vanmiddag. Ja. 2 tikken en toen schoot hij los. Op de hengel daar zo achter. Voor vannacht, ja, het ligt er heel rustig bij. Het gaat morgenochtend wel regenen. Dus strijden. Ja, het gaat weer vriezen. Ja, lekker joh. Nou, morgen, dames en heren, zijn we weer. Het is uurtje of 10. Welkom in het Bagger Paradijs. Helaas, helaas, niks kunnen vangen vannacht. Althans, één brazen, maar ja, dat is de moeite natuurlijk niet waard om wakker voor te worden. We zijn aan het opruimen. Het is weer aardig koud, het begint te miezeren. Ik word zo meteen opgehaald. Yo!
Toch gebikkeld, hè? Ja, we hebben het wel geprobeerd. Maar op zich een redelijk resultaat, toch? Ja, toch mooie vis voor deze temperaturen, deze omstandigheden. Nou, nog even door heel het weiland. Heel rustig lopen met de trolley. Ja, doorheen gaat niet lukken met al die modder. Maar... ja, we gaan het proberen. Kijk dan. Nou, ik zie jullie zo. Yes, beste kijkers. We zijn helemaal verkleumd. Aangekomen bij de auto. Het heeft een klein beetje geregend. En nog steeds hartstikke koud. Maar goed, we hebben het overleefd. Desondanks de kou. Een mooi resultaat. Jij met een mooie 17 kilo vis. Jazeker. Ongeveer, schatten we. Ja, niet gewogen, hè, maar was een dikke vis. Ja, toch, auto's wordt ingepakt. Wordt zo meteen opgehaald. Vond je de video nou leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet even het account van Jammer te checken. @twinkor.nl. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later. Nou, daar komt mijn vervoer aangereden. Jij moet zeggen, even checken of er geen steenmarten zijn geweest. Maakt een grapje, maar er is er duidelijk eentje binnen geweest. Zo. Nou ja. Hopen dat er een zat. Ja, gek. Op.